Wat een schoonheid! Mijn favoriete moment van Robin is, dat hij op een gegeven moment naar Manchester United ging. En dat hij daar gewoon in zijn eerste jaar topscorer en beste speler van het jaar werd. En dat is iets wat zo mooi is, vooral in de Premier League. Zo'n grote competitie. Als je daar dat voor elkaar kan krijgen. Dat hij topscorer werd en ook beste speler en dan nog ook kampioen. In zijn eerste jaar Manchester United. Dat was echt mijn favoriete moment voor hem, zeg maar. En als je denkt aan een doelpunt of een actie of iets, wat is het dan? Doelpunt? Ja, hij heeft heel veel mooie goals gemaakt. Ik denk dat het heel moeilijk is om één moment uit te kiezen. Maar ik denk toch wel, en ook voor heel Nederland, dat het toch wel de mooie zweefdijk tegen Spanje was. Gezien het belang van de wedstrijd en van het toernooi. En op dat moment, dat hij dan zo'n mooie goal maakt en dat hij het ook van tevoren al zag dat de keeper uit zijn goal stond en om het dan ook zo te doen. Want tussen denken en uitvoeren, daar zit nog een hele verschil in. Bij hem niet maar, zo, hè? Nee, bij hem niet. Dus vandaar dat hij dat op dat moment zo intuïtief doet. Ja, dat was toch wel een van mijn favoriete momenten. En ik denk voor heel Nederland. De man!